gaat om de dialoog, maar je moet ook standvastig zijn in waar jouw deel over gaat. Dat is raak jezelf, Peter. Ja. Nou, las ik dat u uw politieke carrière bent begonnen in 1975, het jaar van de vrouw. Dus de Verenigde Naties die had in die tijd opgeroepen tot betere gendergelijkheid in regeringen, betere representativiteit op dat gebied. Dus dat moet alvast geholpen hebben. Hoe kijkt u daar nou 44 jaar later op terug? Wat zouden we nu als volgende stap moeten doen? Zou je opnieuw iets wat van bovenaf opgelegd wordt in het leven moeten roepen, zodat wij een volgende stap kunnen maken? En hoeveel verantwoordelijkheid en wat kunnen mensen van onderaf nou eigenlijk doen? Wat kunnen wij zelf doen om de vertegenwoordiging van vrouwen te doen groeien? Ik hoorde daarnet de naam, of tenminste de organisatie, Stem op een Vrouw. Dat hebben wij ook gehad. Dat hebben we ook gehad. Er is op Curaçao een overkoepelend orgaan van vrouwelijke, van vrouwenorganisaties. De Steering Committee, Women's Steering Committee. En dat is gevormd in 1974 met het oog op het internationale jaar van de vrouw. De Steering Committee. En tijdens minstens twee campagnes heeft de Steering Committee, waar vrouwen van verschillende politieke partijen lid van zijn, dus zij althans die een vrouwenvleugel hebben, de Steering Committee heeft campagne gevoerd voor de vrouwen op de lijsten. Geen positie ingenomen van Pietje of Katrientje of Katrijntje, maar ze hebben bijvoorbeeld promotiemateriaal gemaakt, dus regenboog met alle kleuren van de partij en de kandidaten op de kleur in de regenboog, weet je wel, en hier stemmen op een vrouw, regenboog. En eerst was het zo van de mannen, was het zo van ja, zie je wel, die vrouwen die zonderen zich weer af en kiegel kiegel, en er moet een mannenpartij komen en waarom niet een propaganda van stem op de mannen, en die zijn er altijd geweest. Right? Bij default is het stem op de man. Ja. Dus inderdaad, campagne voor de pauw en de mooie. Weet je? We hadden ook afgesproken de vrouwen op de verschillende partijen, oppositie, zij die lid waren van de oppositie of de coalitie, maakte niks uit. In de campagne gaan we elkaar niet te lijf. Laat die mannen maar elkaar te lijf gaan, wij gaan elkaar niet te lijf. En als de vrouw met iets positiefs geprofileerd heeft, dan die en die op die partij, maar dat komt omdat het een vrouw is, niet omdat ze op die lijst staat. Geweldig. Maar in ieder geval, we zochten de manier om toch de balance te krijgen tussen, ja, oppositie, want je moet je eigen partij natuurlijk zoveel mogelijk, hè, naar voren brengen, gunstig naar voren brengen, maar het moet ook niet zo zijn dat het geïnterpreteerd wordt dat je een persoonlijke aanval doet op de vrouw. Dus dat zijn twee afspraken die wij in de tijd gemaakt hebben en dat heeft goed gefunctioneerd. Op een gegeven moment was er een vrouw, zij was maatschappelijk werkster van background, zij was van de manpartij, de partij van Don Martine, en die hadden tijdens de verkiezingen waren ze een alliantie aangegaan met de partij van Papa Godet, dat is die arbeiderspartij van toen. En er waren een paar kleurrijke figuren op die lijst. Hè. Dus toen ik op het podium moest gaan, zei bijvoorbeeld een mannelijke collega van mijn partij, hey, je moet Beatrice aanvragen wat ze op die lijst doet, want ze hoort niet thuis op de lijst tussen die mannen, tussen die mensen zoals die en die en die en die en die. Ik luisterde. Ik deed mijn woordje op het podium. Ik stap van het podium af en ik zeg niks over Beatrice. Oh, maar Maria, waarom heb je dat ding niet gezegd van Beatrice? Je kunt scoren. Ja. Ja. Zij op die lijst met die kleurrijke figuur van zo en zo. No comment. Want wij hadden afspraken. Maar de partij wist het niet. Ja, toch? Mooi.
De solidariteit van vrouwen in de politiek. Dat is iets waar we zeker nu wat aan zouden kunnen hebben, inderdaad. Ja. Wat ook heel erg belangrijk is, is echt wat nu. Wat we ook gemerkt hebben is dat wanneer de militante vrouwen eenmaal opgezogen worden in de politieke organisatie, ja, raken ze kracht kwijt. Want dan moeten ze rekening houden met de partijdiscipline en partijafspraken. En je merkt soms dat bepaalde vrouwen die, waarvan je echt had verwacht van die moeten we op de lijst hebben bij partijen, zus en zo, want ze raakt kracht kwijt. Dus dat is ook een punt waar men rekening moet houden. Als je overstapt vanuit de, laten we zeggen, de NGO of de civil society, hoe kan je toch je positie, laten we zeggen, je sterke positie, toch zo lang mogelijk vasthouden? En dat houdt in gewoon dialoog ook durf aan te gaan binnen je organisatie. Tot waar wil jij zelf? Wil jij toch graag zelf grenzen stellen en waar niet? Want je moet onder alle omstandigheden jezelf terug kunnen herkennen. Dus afzwakken, wanneer je eenmaal meedoet in de partij, dat is een bedreiging voor vrouwen die echt actief zijn, sociaal, maatschappelijk. Dus dat wil zeggen dat wanneer je als vrouw eenmaal zitting hebt in die partij, dat de partij mee moet gaan bewegen met jou. De partij moet zich ook aanpassen aan dat er een nieuwe situatie ontstaat. Dat er stemmen gehoord worden die daarvoor niet gehoord werden. Inderdaad, inderdaad. Je moet zoveel mogelijk trachten dat de partij rekening houdt. Want je komt van een achterban. Ja. Dus, en je kan niet van de ene dag op de andere zo omslaan. Dus je moet. En in onze situatie is dat vaak wel gelukt. Maar dat komt misschien ook omdat wij mevrouw Lucina da Costa Lomes, de weduwe van de oprichter van de partij, die had ook een sterke stem in de partij. Dus nee, luister naar. En we hadden een sterke vrouwenvleugel in de partij. Eerst de woensdagdames. En ik was zelf een leidster, leider van de Mujeres Nacionalistas, dus de vrouwen van de Nationale Partij. En als ik mijn zin niet kon doordrukken in de partij, dan kwam het via de vrouwen van de Nationale Partij. Dus je moet zelf bedenken welke tactiek, welke strategie, welke alliantie. En Maria zegt dan, die vrouwen van jou, dat zijn niet mijn vrouwen, dan nou op je. Ja, samen sta je sterk, exactly, over die grenzen van de partij heen. Dus, politics is about tactiek en strategie. Ja. En je mag best een beetje tegen gas geven, als het maar op een respectvolle en ethische manier plaatsvindt. Want we zijn natuurlijk allemaal nieuwsgierig. De vraag is aan het begin al gesteld. Waarom hebben wij hier in Nederland eigenlijk nog geen vrouwelijke premier gehad? En het gekke is natuurlijk, als je stilstaat, we vieren nu 100 jaar vrouwenkiesrecht. Dus het vrouwenkiesrecht was er veel eerder in Nederland dan op de Antillen. Daar is het vanaf 48, hè, en de Suriname later, dus 63. Maar goed, die hebben nog geen vrouwelijke premier gehad. Wat speelt nou een rol in dat proces naar een eerste vrouwelijke premier toe? Lukt het op de eilanden eerder? Heeft dat te maken met schaal? Dat het een kleinere samenleving is. U zei net ook, op de eilanden wordt naar vrouwen gekeken als de moederkloek, de verzorgster. En in sommige gevallen wil een bevolking een verzorg, die zorg van een moeder hebben. Zijn dat ook verschillen? Kijk, dat is niet alleen op Curaçao zo, maar het is een fenomeen in het Caribisch gebied. Een voorbeeld. Eugenia Charles. Zij was gedurende drie periodes minister-president van Dominica. Ze was de eerste minister-president van Dominica. Op leeftijd. Na de derde periode. En op een gegeven moment postuleerde zij zich weer voor een nieuw term van 4 jaar. En de oppositie zeggen, wie gaat nou op een oma stemmen? He?
Eugenia Charles, mama, mama, you're not gonna vote for mama. You're not gonna vote for mama. You need energy. You need somebody with energy. And Kiko, and Kiko. Dus de oppositie greep haar, ja, seniorschap, ja, haar op leeftijd zijn, als een wapen om tegen haar campagne te voeren. Leeftijdsdiscriminatie. Wat deed haar campagnegroep? Mm-hmm. Nou moet je dat horen. Mm-hmm. Heb jij een oma? Ja. Heb jij een oma? Ja. Heb jij... What's wrong about granny? What's wrong about having a mama? Because mama have experience. Mama heeft, en toen kwamen al die kwaliteiten van een vrouw op leeftijd. En heeft ze het gehaald? Zij heeft het gehaald. Oh, wow. Landslide. Geweldig. Landslide. Ja. Want als je tegen Eugenia Charles stemt, dan heb je ook tegen je, je moeder en je oma. En je, because we are, men gebruikte al die, haar campagne team, al die positieve elementen van de vrouw in het gezin en de vrouw in verschillende posities. Als oma, als grootmoeder, als moeder, als oudste zus. Als fancy a Dominica without mama's. Dus je kunt je niet voorstellen, weet je. Dus wat haar downfall moest worden, is haar succes geworden. En ze heeft het gehad met een landslide. Dus op een gegeven moment creatief. En je moet niet altijd er tegenin gaan van wel eens niet is, wel eens niet is, wel eens niet is. Maar probeer een weg of een creatief idee te vinden om er tegenin te gaan. Dat het geen polemiek wordt. Tussen jij en ik, abosi, amino, no. Maar je moet de oppositie in een positie plaatsen dat ze eigenlijk niet... Ze kunnen niet tekeer gaan tegen mama dag. Oh, wow. Ja, dat is heel mooi. Ja. En dus Curaçao, ik gebruik het voorbeeld van Dominica, want het is eigenlijk een fenomeen in het Caribisch gebied, de positie van de vrouw. Ik denk dat dat ook heeft meegespeeld bij mij. Wat ook bij mij gespeeld heeft, wat jullie in Nederland niet kennen, is de manier waarop de verkiezingen georganiseerd worden in het land. Jullie kennen kandidaten voor Tweede Kamer, gemeente, et cetera, et cetera. Ik las laatst een artikel over de wethouders in Den Haag. Die zijn afgetreden of moesten aftreden. Ja. dat kennen wij niet. Wij kennen landelijke partijen. Dus ik ben van de Nationale Volkspartij. Een ander is van de Maanderen. En in alle uithoeken van het land moet jij campagne voeren. Want we hebben... op de verschillende eilanden, verschillende partijen. Ik was minister-president van de 6 eilanden. En op een gegeven moment waren er 17 politieke partijen waar ik vanuit de centrale regering mee rekening moest houden. Maar elk partij had, elk eiland had zijn eigen groep. Dus we hadden geen nationale partijen zoals jullie hier hebben van alles, op alle 6e eilanden. Nou, oh, het is erg eilandelijk. Ja. Dus, maar op Curaçao, ik moest overal zijn, weet je. En ik geloof dus die kwestie van de rol van de vrouw heeft gespeeld. Maar ook, je bent ook dichter bij het volk. Want het is de kleinschaligheid, 160.000 mensen, misschien 100.000. Dat is het de grootte van de stadsdeel. Exactly. Maar toch, percentsgewijs, want in tegenstelling tot jullie hebben we maar 21 parlementsleden. Oké, dus percentsgewijs kan het schelen. Maar in ieder geval, je moet over het hele land campagne voeren. Dat scheelt. En ik vind, of tenminste vanuit een afstand dan bekeken, vanuit Curaçao, heb ik nooit het idee gehad dat in de politiek in Nederland de participatie van de vrouw een rol speelde.
Maar dat is mijn perceptie van een afstand. Ik weet wel, er zijn vrouwelijke ministers geweest, parlementsleden, et cetera. Ik vond het heel jammer toen, hoe heet die ene, die afgetreden minister van Defensie, in verband met... Hennis. Ja, vanuit een afstand bewonderde ik haar. Ja. Ik weet niet of het maar één zei, of, I don't know much about de interne politiek, wat dat betreft. Pero in todo caso, ik vond haar... En we hebben Ank Bijleveld ook een keertje, een poosje gehad als vertegenwoordiger Koninkrijksrelaties. Ja. Maar ik merk niet vanuit een afstand dat de participatie, that there is a striving, weet je, voor participatie in de politiek in Nederland. Dus er wordt te weinig nog aangedaan. U doet me realiseren inderdaad dat... we hebben in Nederland inderdaad al veel vrouwelijke ministers gehad. Maar misschien is dat vergelijkbaar met de hoeveelheid werk die je op Curaçao inderdaad doet voor een eiland. Vanwege het verschil in schaal wat bevolking betreft. Mm-hmm. En dat er dus voor een vrouwelijke minister-president in Nederland nog een extra... effort gedaan moet worden, wat u zegt, om daar te komen. En zouden we dat dan moeten doen in een coalitie? Zou je dat op wereldwijd niveau moeten doen? Want ik las dat u van de Raad voor Wereldleiders, Council Women World Leaders, ja. Wereldwijd was inderdaad. Ja. Is dat op dat niveau dat je samen tot iets groter zou kunnen komen? Of zou je andere allianties aan moeten gaan? Je moet twee dingen doen. Je moet thuis je huiswerk doen. En je kan een grotere push krijgen door die regionale, Caribisch gebied, en internationale organisaties. In Brussel heb je het secretariaat van de Women Political Leaders. Die organiseren elk jaar, straks in november weer, in Reykjavik, IJsland. In Reykjavik, IJsland, organiseren ze een summit of Women Political Leaders. Dat zijn vrouwen die in welke politieke functie dan ook zitten. Wherever in the world kun je participeren. En hun secretariaat, waarom IJsland? Want IJsland in haar wetgeving, is het meest vooruitstrevende land voor vrouwenparticipatie. Ja, dus hun wetten zijn allemaal gescreend en de weg is geopend voor gender equality in IJsland. En ze staan bovenaan de lijst daarvoor. Dus de wettelijke infrastructuur is er. Oké, dus come up now. Yeah. Do your thing from the basis en de weg is geopend. Dus daarom wordt elk jaar in IJsland, er komen al die 300, 400 vrouwen, 2 jaar geleden was ik daar, onderverdeeld in groepjes en de issues van de vrouw, die worden dan in kleinere groepjes besproken en plenair naar voren gebracht, et cetera, et cetera. Die hebben ook een vrouwenindex, gender equality index, laten maken. En dat is wat, basically, komt het hierop neer, van hoe mannen denken over de verschillende aspecten van vrouwelijke leiderschap. En via die vrouwenindex, waar ze mee bezig zijn, hopen ze dan deze informatie ter beschikking te stellen aan de brede gemeente over de hele wereld, opdat we op een gegeven moment de gender equality kunnen bereiken. En dan wordt er verwacht dat zowel van politieke organisaties als van civil society organisaties of noem maar op, rekening wordt gehouden met bepaalde aspecten die naar voren gebracht zijn. En dat je dan breed over de hele wereld een movement gestimuleerd krijgt om er te komen op een bepaald jaar. Ik heb het nu niet precies uit mijn hoofd welke, maar misschien is het goed dat ik die link en die gegevens stuur naar Noordje. Heel fijn. En, en dan kunnen jullie in contact treden met de Women Political Leaders organisatie in Brussel en misschien zelfs meedoen als niet politieke organisatie, maar toch met deze interesse bij de volgende
meeting in Reykjavik. Het is elk jaar. Elk jaar in november, in de maand november. Ja. Dus er wordt dus echt aangetrokken. De organisatie in Washington, dat is de Council of Women World Leaders, mm-hmm. dat zijn allemaal zittende en ex-presidenten, minister-presidenten, et cetera. Dus dat is de volgende stap. Dat is een beperkte. Eerst naar Reykjavik en solidair worden, zorgen dat we die vrouwen op die posten krijgen. De eerste vrouwelijke minister-president van Nederland. Ja. Ik kom bij de installatie in Washington. Geweldig. Wanneer zij lid wordt van de Council of Women World Leaders. Weet je? Dus het is belangrijk dat je thuis je movement opkrikt. Maar het is ook heel erg belangrijk om te weten dat je organisaties hebt waar je op kan terugkomen. Geweldig. Dat waren mijn vragen en ik wil u alvast heel erg bedanken voor dit deel van het gesprek. Maar ik wil nou me richten op het publiek. Zijn er nog vragen die u wilt stellen aan Maria Liberia Peters? We kunnen in ieder geval graag een microfoon delen, zodat er eentje in het publiek nog kan. Zijn er vragen? Ja. Ik heb eigenlijk 1000 vragen, maar ik begin maar met het begin. Kent u het fenomeen van wat class cliff wordt genoemd? Dus dat is dat als een organisatie, een bedrijf of een land in problemen is, dat er dan opeens gedacht wordt, hey, misschien kan een vrouw het oplossen. Mm. En wat de manier waarop u aan uw macht bent gekomen, klinkt heel erg als everything else failed, laten we eens wat anders proberen, misschien dan kan een vrouw het opruimen. Hoe moet ik zeggen? In zekere zin speelt het een rol, heeft het een rol gespeeld bij ons, eigenlijk 2 keer eigenlijk. Want in 1982 had ik voor 6 maanden ook het ministerie van Economische Zaken om die reden. Hè? De Venezolaanse Bolivar was gedevalueerd en dat was een enorme klap voor onze binnenstad, in de handel. Die lui die vlogen over in privévliegtuigen in de ochtenduren, kochten de binnenstad leeg en vertrokken weer naar Venezuela in de haven. Dus na de devaluatie was onze binnenstad een ghost town. They could not afford it anymore. Weet je? En dat betekende veel ontslagen in de binnenstad. Vrouwen. Dus, en dan heb je ook weer zoiets. Dus ik denk, hoe kunnen wij... dit overbrengen en de message of hope vooral. Dus in 82 was het van wie moet nou minister worden, Pietje, Klaasje, Heintje, Toontje, leg hem maar eens hier. Weet je, dus de mannen gingen met elkaar bakkeleien van die, nee ik vind dat ik meer recht, nee maar ik ben econoom, nee maar ik ben de, en ik werd minister Economische Zaken voor 6 maanden. Om een beetje rust in de tent te krijgen. En toen werd er een definitieve benoemd. Dus in mijn geval heb ik inderdaad vaak, of tenminste, op cruciale momenten meegemaakt dat ik geroepen werd om een rol te spelen, omdat ik vrouw. En ik zeg ook, niet alleen als vrouw, maar de manier waarop je profileert en de manier waarop je probeert toch een balans te brengen. En ik geloof dat dat ook de rol van de vrouw is. In het gezin. Een balans. Op dat soort momenten wordt er opeens meer aan vrouwelijke eigenschappen waarde gehecht. Ja. Wat als typisch vrouwelijke eigenschappen gezien wordt. Dus dan zo'n verzorgende moeder of een troostende oma of zo. Dan is dat opeens waardevol. Ik denk dat dat een grote verklaring is waarom het in Nederland ook nog niet zover zijn. Alles gaat dan prima. Dus we hebben nog niet dat gevoel dat nou maar eens heel iemand anders te proberen. Dat is mogelijk. En daarom is het interessant om... die gegevens van de gender index. Want mannen zijn aan het woord. Waarom? En waarom wel en waarom niet? Dan hoor je dus van hun kant waarom zij vinden en wanneer het goed is of tenminste aan te bevelen is of wat is het verschil tussen aanpak van vrouw, aanpak van man. Dan kun je zeer zeker
waardevolle ideeën en informatie. Je hoeft het niet mee eens te zijn, maar je weet in ieder geval hoe er over gedacht wordt. Ik ga opstaan voor mevrouw Marie-Lene. Ik ben Rosalie Dambulo en geboren en getogen op Curaçao. Mevrouw Lidere Peters, hartelijk dank voor deze waardevolle informatie en ik hoop dat het ook gedocumenteerd wordt. Want veel wat ik nu heb gehoord, wist ik ook niet. Ik heb sowieso de bibliotheek- en documentatieopleiding gedaan, dus daarom denk ik dat het heel belangrijk is dat het instituut het documenteert. Maar mijn vraag is, aan het begin van het interview had mevrouw Smulders u gevraagd, hoe bent u aan de positie gekomen? En toen had u aangegeven dat men u heeft gevraagd omdat u mensen kon overtuigen en ook geruststellen. Maar waar put u uw kracht uit en wat was toen uw inspiratie, uw kracht om de positie aan te nemen? Hoe heeft u het gedaan al die jaren? Dank u wel, Roos. Mooie vraag. Verschillende elementen. In de eerste plaats mijn christelijke, spirituele opvoeding. Mijn moeder was Anglicaanse, mijn vader katholiek, Rooms-katholiek, en de rest van de familie van mijn vader zeer echt katholiek beleidend. En je merkt dat in dit soort functies, van bestuurder van een land, etc., je momenten hebt van zware uitdaging. En men zegt wel eens, the top is lonely. Dus als het leuk is, nou dan ben ik ook van de Nationale Volkspartij, toch? Maar als je onder vuur zit en je kijkt om je heen, then you stand alone, sometimes. Dus je relatie met God, dat is één. Twee, mijn ouders. Mijn ouders, wij hebben zoiets in de familie, I can't let mama down. Want mijn moeder was ook een enorme sterke vrouw. Right? Mama zei thuis wel eens, als wij soms troost zochten bij mijn vader, als we iets weer iets hadden uitgehaald, dan zei mijn moeder, he works, but I conduct. Dus ga daar niet huilen en denken dat hij gaat mijn orders of mijn hell. He works, dus hij brengt de centen binnen. But I conduct. Oké? Duidelijk. Geen discussie. Dus, en mama zei ook altijd, I want my children to look up. He, dus je moet je rug recht houden en I want my children to look up. Mijn vader, een leer van mijn vader was, if you take on the responsibility and you feel that you cannot carry it out, quit. Dus blijf niet hangen. Quit. Dus wat krijg je van thuis mee? Speelde ook een rol. En de derde, en niet de minste, mijn man is 22 jaar geleden overleden. En toen dit van de ene dag op de andere kwam, van minister-president worden, ik zeg, Niels, daar komt de commissar. En toen zei hij tegen mij, deze schouder zal er altijd zijn voor jou. En dat heeft hij ook. To the bitter end heb ik dat zo gevoeld. Ik heb stakingen meegemaakt, oh mijn God. Momenten dat de binnenstad plat lag. Onderwijzerstaking, dokmaatschappij, etc. etc. En mijn man ging zelfs zo ver dat hij soms ergens in een bar ging zitten. Eén veter los, één veter vast, zit een pet achterstevoren, misschien een half kapotte hemd. En een glaasje bier alleen aan de bar. En dan zegt er iemand daar, het lijkt op die man van die vrouw. En dan kon hij zo kijken, zei hij. Het woord zal ik hier niet herhalen. In het papier mensen, dan puntje, kom je. Dus ik doe, kom niet. Dat en dat tegen mij. Dat gedoe
je hebt een vrouw, je hebt er niks aan. Al dat gedoe, die onrust en la 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 la. Maar hij probeerde feedback te krijgen. Dus dan kon hij thuiskomen en dan zei hij: Maria, weet je, je moet uitkijken, want dan had hij feedback. En hij zei nooit tegen mij: je moet zus doen of je moet zo doen. Hij zei tegen mij: als je klaar bent of wanneer je er klaar voor bent, kunnen we misschien over praten. Ik heb een paar ideeën, maar ik laat het aan jou over. Dus hij was nooit de persoon die zei van: jullie moeten zus en jullie moeten zo. Mm-hmm. Hij liet mij in mijn waardigheid van mijn positie, maar dat was mijn AIVD, dat was mijn Maria intelligentie, dat is mijn man. Mijn man was mijn Maria intelligentie. Dus het is een samenspel van je eigen levensovertuiging en dan wat je mee hebt gekregen van huis en wie heb je om je heen. En mijn partner, daarom toen hij stierf, hij had een ziekbed van 2 maanden, pancreaskanker. En na zijn dood, alle gordijnen dicht, ik wilde niemand zien, ik wilde niemand spreken. Ik wilde, totdat iemand mij bij de kraag pakte en zei van: nou is het afgelopen, hè? Maar in dat caso, dat scheelt. Wie heb je om je heen? En want die man in onze Caribische cultuur, die heeft ook moeilijke momenten. Heel in het prille begin, toen ik gedeputeerde was, 75, de eerste vrouwelijke gedeputeerde. We kwamen ergens, er was een show in het hotel Holiday Inn. Ik was uitgenodigd. We kwamen daaraan. Ah ja, mijn naam stond op een stoel. En meneer Liberia, laat meneer Liberia daar zitten. Ze dachten dat u een man was. Nee. Dat u een man dus... Nee. Ik was de vrouw, ze wisten dat ik gedeputeerde was. Maar het fenomeen van de man komt met de vrouw was nobel. Ja. Maar dat de vrouw met haar man die in functie is, komt, is normaal. Ja. Dus ze wisten met mijn man geen raad. Oh. Ja. En hij bleef daar staan, even een paar secondes, en toen zei hij tegen mij: ik wacht je buiten op. Ja. Mm-hmm. En toen begreep die dame. In de Bijbel. Ja, heel goed. En toen werden er 2 stoelen. Die fout maken ze nooit meer. Exactly. Dus het hangt er vanaf who's around you en hoe ga je ermee om. Want in onze macho-cultuur, waar ik eigenlijk niet veel last van heb gehad, moet ook de vrouw rekening houden met de positie van haar man. Dat hij zich ook comfortabel voelt. Ja, het is geven en nemen. Ja. We hebben nog 1 vraag, denk ik. Hi, goedemiddag. Welkom. Heel fijn dat u hier bent. Ik ben Deweke. Eén stapje achter toe. Oh, is de box? Ja. Okay. Ik heb een korte vraag. Want in een wereld waarin, denk ik, zeker in een klein land, veel mensen met verschillende belangen aan u trekken. Hoe hield u de balans tussen uw eigen idealen en wat goed was voor het volk en wat uw partijgenoten van u wilden? Hoe pakte u dat aan? Een hele, hele, hele goede vraag. En belangen in de breedste zin van het woord, hè? Want ik heb ook meegemaakt dat wat belangen betreft, laten we zeggen, een ondernemer, die zegt tegen mij, die kan bijvoorbeeld zeggen: wat heeft de partij nodig, Maria? Hoezo? Nou nee, weet je, want als wij tot een akkoord kunnen komen, dan kan ik de partij ook helpen met zus en zo. En mama zei altijd: what you do in the dark will come out in the light. Oké? Een inspiratie van Shirley Chisholm. Wie is Shirley Chisholm? Shirley Chisholm, dat zullen jullie wel weten, de eerste zwarte vrouw die lid van het congres wordt in Amerika. En die zo brutaal is om zich in, ik denk, 72 te postuleren als presidentiële kandidaat voor de Democratische Partij. Natuurlijk wordt ze niet genomineerd, maar het
En haar motto was unbossed en unbought. Dus kom niet omkopen. Kom mij niets aanbieden, because ik ben niet te kopen. Yeah. Of je kunt mij niet omkopen. En dat is in de politiek, die leest het internationaal. Ja, zelfs presidenten, kijk, Zuid-Amerika, Italië, etc. Dus het schijnt dat dat iets normaal is in de politiek. En dan hangt het er vanaf hoe sterk jij staat om nee te moeten zeggen. In de partij heb ik zeer zeker problemen gehad in het begin, in 1975, toen ik lid van de Eilandsraad werd. Onze politieke leider was een hele sterke figuur, Wantjo Everts. En wat Wantjo zei, zou gebeuren. En ik gaf hem soms tegengas dat de mensen in de partij zeggen, Maria, ben je rustig. Weet je, niet, maar ik ben niet eens met zus en zo. En ja, het is tot botsingen gekomen. En toen ik één keer uitgleed in 1980, werd er zoveel druk op me uitgeoefend dat ik mijn ontslag moest indienen. Dus het kan zo ver komen. Maar een jaar nadat ik mijn ontslag heb moeten indienen, omdat de partij vond dat ik de integriteit van de partij in twijfel had gebracht, want ik was het niet eens met een kandidaat van de coalitie en ik heb geweigerd om hem te ondersteunen bij de verkiezingen in de Eilandsraad, gemeenteraad Eilandsraad. Dus zodoende heb je de integriteit van de partij aangetast, dus je moet ontslag. Ik heb een ontslag ingediend, because so be it. If I have to go, I go. Ik ga terug naar het onderwijs. Een jaar later kwam ik terug in de Eilandsraad. Waarom? De mensen zeiden voor wanneer komt Maria terug? En wanneer komt Maria terug? En in mijn afscheidsspeech in de Eilandsraad heb ik uiteengezet waarom ik het niet eens was met de partij. En als ik op moet opstappen, nou dan stap ik op. Dat was in 1980. But I can assure you, I shall return. En die woorden, I shall return, hebben zo'n impact gehad, dat iedereen het erover had. En een van de wijkleiders, die zei een keertje in de vergadering, ik kan niet naar de kerk, ik kan niet op straat lopen, ik kan niet naar de markt. Iedereen vraagt, maar hij heeft het zelf gezegd. I shall return, wanneer komt ze terug in de Eilandsraad? Dus ik ben van, dus de druk van buiten was zo zwaar op de partij, after 1 year. I was back in de Eilandsraad. Dus misschien moet ik zeggen dat je moet weten hoe ver je kan gaan. Wat ik gedaan heb om de coalitiepartner openlijk niet te ondersteunen bij de verkiezingen in de Eilandsraad als gedeputeerde, was misschien een beetje te ver, want ze zeiden tegen mij, dan had je weg moeten blijven of je had net weg moeten lopen bij de verkiezingen. We hadden een oplossing kunnen vinden. Maar het gevolg van mijn actie was dat onze partij eruit werd gestuurd. Dus het heeft zware consequenties gehad voor de partij. Dus op een gegeven moment moet je proberen af te wegen. How far can I go? And what are the consequences? Ik heb toen de consequenties niet voldoende overzien. Dat de regering, dat het bestuurscollege zou vallen. Dus hoe ver kan ik gaan en ben ik bereid om de consequenties te dragen? Maar je moet niet een softie zijn, want als je een softie bent, die walk over you. Want het gaat om macht. Het gaat om macht. Ja, ik moet helaas afscheid nemen. Ik,
wil u heel erg bedanken voor dit gesprek. Ik zag tijdens het gesprek steeds mensen langslopen die heel nieuwsgierig naar binnen kijken. Naar u, van wie is die vrouw en wat heeft zij te vertellen? Dus ik ben zo blij dat wij dit moment hebben gehad met alleen vrouwen. Een hele intieme setting. Het was heel erg bijzonder om mee te maken. En ik heb het idee dat binnenkort heel veel mensen aan u staan te trekken. Die allemaal willen horen wat u te vertellen hebt. Ik moet weer door, want ik heb nog een hele interessante afspraak met de eerste vrouwelijke directeur van de National Gallery in Washington. Dus ik ga van inspirerende vrouw naar inspirerende vrouw. Heel erg bedankt. En u gaat nog een half uurtje door. Ik geef de microfoon aan Noortje en die zorgt dat het vraaggesprek nog verder kan. Heel erg bedankt. Heel fijn om te doen. Hopelijk tot spoedig. Bedankt hoor. Valika, dankjewel ook voor het mooie interview en een hele fijne middag. Maria, mag ik je uitnodigen om nog hier heel even te zitten? Voor het laatste stukje van het gesprek gaan we heel graag nog een half uurtje door. Want ik weet zeker dat er nog vragen zijn. Tenminste, dat voelde ik zo net wel een beetje aan. Dus als jij het goed vindt, Maria, gaan we nog heel eventjes door. Eén vraag van Kautar hier. Zo, ik ben Kautar Darmanin, dus ik ben de directeur van de Atelier Institute. Toen jij sprak over waarom stem je niet op een oma, dat is jouw extra kracht als vrouw. En ik kom uit Afrika en dat matriarchale cultuur is nog steeds heel sterk. Ja. En dit is iets wat ik mis soms in Westerse in Europa, of bijvoorbeeld in het bijzonder in Nederland, dat er is niet een grote besef van dat matriarchale is eigenlijk de beste dat je kan bieden om een balans te maken met dat patriarchaal. En dat echt, het is een heel belangrijke erfgoed eigenlijk, dat matriarchale cultuur. Wat zou jij vanuit jouw perspectief ons adviseren hier in Nederland, maar ook in Westerse cultuur, dat wij dat female lineage, dat wij dat naar voren brengen, maar ook gebruiken letterlijk als extra asset in onze rising for that equality. Wat kan je daarover zeggen? Onze situatie, ik zeg duidelijk onze situatie. Dus onze situatie is eigenlijk historisch zo gegroeid. Want we kunnen helemaal terug naar de tijd van de slavernij. Weet je waar de rol van de vrouw zo sterk en bepalend was? Wij hebben Ghana bezocht, Liberia bezocht. En mijn zus, die jarenlang in de verpleging gewerkt heeft, die werd gewoon een dag ziek. Waarom? Op een gegeven moment reden we daar. Die vrouwen die staan daar in hun fruit en zo te verkopen. Het gaat regenen. Een baby op de rug trekt plastic over het hoofd en over de baby en gaat gewoon door. Mijn zus, verpleegster, mijn god, arme kind, baby, op de rug. Maar waar moet ze die baby laten? Toen wij op een gegeven moment ergens anders door Ghana reden en we zagen die huisjes, geen deuren, geen ramen, een gordijn. Dus je kunt niet, zoals hier de Nederlandse vrouw gewend is, ik breng het kind naar de opvang. Er is geen opvang. Dus het kind blijft alleen en al die minderjarigen die blijven alleen thuis in het dorp. Weet je, en toen wie past op ze? Dus, en het is de moeder. De moeder heeft dat kind gebaard. De moeder is de primaire verantwoordelijke. Op een gegeven moment zei ik tegen de driver, waar zijn die mannen? Nou, ik zie alleen vrouwen. De man, you know. Dus ik geloof dat het zo historisch, want dit tref je ook aan in het Caribisch gebied. Dus wij allemaal die onze roots hebben vanuit het slavernijverleden, ik denk dat het iets daarmee te maken heeft. Voor wat betreft de westerse cultuur, ik heb de indruk dat moeder, vader, kindje het begrip is. En dat niet noodzakelijkerwijs in onze situatie. Maar de vrouwen die streven naar gender equality moet juist die elementen naar voren brengen
waar je een betere balans kan creëren. En ook naar de man toe. In sommige landen heb je bijvoorbeeld paid paternal leave. He, dus die mannen moeten ook overtuigd worden dat er is ook iets in voor hun. Dus volgens mij, de elementen van gender equality, wat een voordeel kan zijn voor de positie van de man, om juist die balans te creëren, die elementen moeten sterk naar voren gebracht worden, volgens mij. Want onze historie, ja, dat is nou eenmaal zo. Dat is maar nou eenmaal zo. Volgende vraag. Dank u wel. Ik weet niet als ik doorring, maar ik hang aan uw lip. Dus nog even geduld met het gewicht van mij. Het onderwijzersbloed, het stroomt door uw hart. Dat hoor ik ook met de passie waarop u spreekt. En dat jongeren ook een speciale plek hebben in uw hart. Ik heb het over de jongeren in Europa bijvoorbeeld. Ja, die hebben nu vandaag meer kansen en mogelijkheden. Maar iedere tijd heeft ook zo zijn eigen uitdagingen en obstakels. Het identiteitsvraagstuk, hè, voor de jongeren hier van kleur in Europa, is er een van alle tijden. Hoe belangrijk is je eigen identiteit? I am who I am. Ja, kijk. Mijn zus is hier getrouwd met een Europese Nederlander, een zusje, jongste zus. Haar twee kinderen zijn in Weesp geboren, ze wonen nu in Horen. En haar zoontje, misschien was hij toen een jaar of 15, 16, 17. Selwyn zei op een gegeven moment tegen mij, Tante Maria, in Nederland zeggen ze tegen mij, jij Antilliaan gaat terug naar je land. En op Curaçao probeer ik een beetje papiaments te praten. En ze zeggen, Makamba stinky. Identity crisis. Identity crisis. En ik zeg tegen hem, in Nederland, als ze zeggen, ga terug naar je land. Pay them no heed. Want je kunt er niet over in debat gaan. Je bent die je bent. Je moeder is een zwarte vrouw en je vader is een witte man. And that's no problem. That's no problem. Maar, en natuurlijk praat je door en je haakt verschillende dingen, je raakt verschillende elementen. Hopelijk to give him his comfort, to maintain his comfort. Want je wil niet hebben dat een gefrustreerde daar rondloopt als jouw neefje. Maar je bent die je bent. Selwyn, wo mama te preet toe, je moeder is een zwarte vrouw. Kawokiko. En dan, nou ja, de positieve elementen van being black and being beautiful and being different. And you don't get queenie, jullie krijgen geen, sorry hoor. Jullie krijgen geen blootjes. Dan moet je papje. Maar het is en blijft een punt van aandacht. Het is en blijft een punt van aandacht. Dus, wat zijn de sterke kanten van de multiraciale mensen? Probeer dat te versterken, naar voren te brengen. Maar ik heb er absoluut geen problemen mee. En ik heb er nooit problemen mee gehad. Wij op Curaçao, in de tijd dat ik naar school, op de lagere school zat, en ook op de bureau, had je betaald en niet betaald onderwijs. Ik heb op de Wilhelmina school gezeten, voor de mensen die Curaçao kennen. En dat is een betaalde school. En daar zaten al die kinderen, dochters en zoons, Hendrik en Wilhelmina school, van die rijke lui uit de binnenstad. Joden veelal. Maar het was betaald. 300 zoveel. Mijn vader was arbeider. Voor mijn moeder streek kleren, was strijkster, mijn moeder bakte brood. Iris, mijn zus en ik liepen in de wijk
brood te verkopen, broodjes te verkopen, om school te betalen. Maar mijn moeder vond, we deserve the best. Want je had toen betalende scholen, tot de zevende klas basis, tot de zesde klas basisonderwijs, en dezelfde stof, niet betalende scholen, tot de zevende klas. Dus er was een soort discriminatie in het onderwijsprogramma. En mijn moeder vond dat wij naar de betalende school moesten gaan, hoewel papa dat op zijn eigen diploma. Dus wij hadden, ik ben opgegroeid in een arme, tegenwoordig zeggen ze niet arm, zeggen ze achterstandsmilieu. Mooi woord, achterstandsmilieu. Zonder te voelen dat ik een achterstandsmilieu slachtoffer of kind was. Ik kwam niks tekort. Mijn moeder was een harde werker. Mijn vader was een. En een enorme trotse vrouw. I don't have problems, I'm black. I'm black. En dat probeer ik ook over te brengen aan iedereen. Aan de kinderen, mijn familie, mijn neefjes, mijn nichtjes. Je bent die je bent. God heeft je zo gemaakt. Sorry, Selwyn. God heeft jou zo gemaakt. God heeft ervoor gezorgd dat jij een zwarte moeder hebt. En een witte moeder. Maar ik weet voor sommige mensen, zelfs volwassenen, kan het soms een beetje traumatisch zijn. Dat ze het niet aankunnen. Pero versterk de sterke kanten van de racial situatie. Het zal een probleem blijven till the end of time. Er zal nooit verandering. Mijn dochter woont in Amerika, mijn kleindochter ook. En ja, daar heb je ook dit soort situaties. You are who you are. And demand respect. You are who you are. And it zit hier. Ja, dankjewel. Heel erg bedankt voor alle prachtige dingen die gezegd zijn. Om hierop in te haken, op het laatste punt over identiteit, was ik nieuwsgierig, omdat natuurlijk de laatste jaren in Nederland een heel groot racisme debat is uitgebroken. En afgelopen jaar is deel van die discussie ook geworden dat mensen van kleur eigenlijk steeds vaker zeggen van we willen niet door witte journalisten worden geïnterviewd. Lekker ironisch dat ik u deze vragen stel. En nu zag ik in voorbereiding van deze middag ook dat u dat er in 1990 in NRC stond over u dat u had gezegd dat u niks meer met Nederlandse journalisten te maken wilde hebben. En ik vroeg me heel erg af. 1990, ja, dat is al een tijdje terug. Dat u zich niet meer met Nederlandse journalisten wilde inlaten. En er stond verder. Ja, in die tijd al, kon dat al helemaal niet in het NRC in een context worden geplaatst. Maar ik vroeg me heel erg af of dat ook daarmee te maken had. Ik kan mij de context niet goed herinneren nu. Maar ik kan wel twee dingen naar voren brengen. Dat mogelijk, ik zeg mogelijk, daar aan de grondslag lag. En dat is dat sommige Nederlandse journalisten die komen met een vooroordeel. Die hebben eigenlijk een artikel bijna klaar. Mm-hmm. En ze willen bevestigen. Ja. Weet je? En er was een tijd rondom de 90 dat er erg te doen was over corruptie en zelfverrijking enzovoorts. En ik kreeg bezoek van een paar journalisten. En een van hen zegt tegen mij: nou, u was ambtenaar en u bent nu gedeputeerd. Ik was toen, ik was in functie, whatever. U hebt 3 villa's. Ik voelde, zoals mijn moeder soms kan zeggen, the blood raising in the back part of my neck. Ik werd meteen uptight, eigenlijk van woede intern. Hè? U hebt 3 villa's. Wat probeert u daarmee te zeggen? En wat zijn die 3 villa's? Waar ik nu woon, is Piranzaweg. Dat is een huis die wij, zoals dat vaker op Curaçao gebeurt, mijn vader was timmerman,
maar hij had zijn vrienden, metselaar, zo, familie en kennissen gebouwd. Ik heb zelf meegeholpen op de trap. Dan wordt een emmer met beton aangereikt voor de ringbalk. We hebben de foto's van, et cetera. Dat huis stond op mijn naam. Waarom? Mijn vader kon geen hypotheek krijgen. Maar ik was ambtenaar. Toen. Ik heb het nou over de jaren 60. Eind 70 is het huis afgeworden. Dus ik sta geregistreerd als eigenaar van Esperanzaweg 54. Mijn man en ik zijn getrouwd. En we zijn bij mijn ouders blijven wonen. En van daaruit hebben wij gebouwd, mijn man en ik, op Montagne, hebben we ons huis gebouwd. En zijn verhuisd, want het was natuurlijk economischer om thuis te blijven en van daaruit te bouwen. Ik heb 2 kinderen, een zoon en een dochter, en ik had de illusie, een huis voor elk. Dus we hebben een model, een model tekening gekocht bij de woning, hoe zeg je dat, company. En we hebben een aannemer een huis laten bouwen op Calle Militar. Dus inderdaad, mijn naam stond op 3 huizen. Maar er wordt meteen gedacht, de politicus, hoe kan jij 3 woningen hebben? En hij moest die woning daar zien op Militaire. Klein, net een volkswoning, burgerwoning. Dus dat soort dingen maak je mee. Wat ik ook heb meegemaakt is dat men komt met fixed ideas. En dat als je het verslag leest, dan denk je, ja, maar dat heb ik niet gezegd. Hij heeft er niets van begrepen. Dus ze kunnen zich soms niet verplaatsen in een andere situatie. En dan krijg je situaties van, weet je, dus het is heel erg belangrijk als je een serieuze journalist bent, dat je probeert je eigen vooroordelen te managen. Want soms komt men met een idee van, ik heb me voorgenomen om nooit meer van mijn leven een interview te geven aan Zembla. Want toen ik die interview zag op televisie, dacht ik, Aina, de manier waarop ze geknipt hebben en gemonteerd hebben, krijg je een heel ander indruk, een heel ander verhaal. Dus dat, ik weet niet wat het context is van het NRC. Maar op een gegeven moment zei ik, mevrouw Miltenburg. De Zembla staat gelukkig niet meer. Oh. Het is maar goed ook. Ik had het voorrecht als mevrouw Miltenburg, Marge Miltenburg, in de tijd in 1985 mevrouw Liberia Peters te mogen interviewen op Aruba voor het programma MV Magazine, emancipatieprogramma toen de tijd. Ik denk niet dat ik hele erge vragen heb gesteld toen de tijd. Maar we vonden het heel belangrijk dat u toen op de radio was en dat u ook de eerste premier was toen de tijd. Wat mij integreert is hoe werd er naar u gekeken. Hier in Nederland nog steeds worden vrouwen in de media anders beoordeeld dan mannen in de media. He, er wordt anders gekeken, ook vrouwen op hoge posities. Hoe ging dat bij u? Daar op Curaçao. Aanvaard. Ik heb eigenlijk, dus laten we zeggen voor wat betreft het Curaçao zelf, positief. Natuurlijk niet. Waar het een media betreft die linked is bij een oppositiepartij of een partij of journalist die tegen mijn partij is. Weet je, maar dan is het echt gekleurd. Maar over het algemeen heb ik geen problemen. Ik heb ook materiaal uit de regio. Want jullie moeten bedenken dat toen ik mijn pres werd in 1985, was Eugenia Charles van Dominica minister-president. En we waren met z'n beiden uit de Caribische regio. En in die tijd had je elk jaar een conferentie in Miami over de
Caribbean Basin Initiative. Dat was een programma van president Reagan om de economie in the backyard een beetje op peil te brengen. Dus, elk jaar was er een conferentie van bedrijfsleven en politiek in Miami. Ja, Miami. Ruim 2000 mensen aanwezig. Op een gegeven moment werd ik geïntroduceerd door de MC. En die zei, ladies and gentlemen, we are extremely happy tonight to have among us 50% of the women world leaders. Want er waren maar vier in de wereld. Eugenia Charles en Maria, dus wij waren de 50%. En dan had je Margaret Thatcher en Indira Gandhi. 50% of the women world leaders. Dus het was een bijzondere. Was dat? En Curaçao met Bangladesh of Sri Lanka. We hebben 5 minister-presidenten gekend. Weliswaar voor korte periodes. Dus op een gegeven moment is not an issue anymore. Dus en Venezuela werd ik uitgenodigd. Colombia. Ik heb een onderscheiding gekregen van de hoogste onderscheiding in Colombia. Gran Cruz de Boyacá. Uitgereikt door de president van Colombia toen. Belisario Betancourt, want wij hadden een relatief intieme bestuursrelatie, want er waren veel Colombianen op Curaçao en in die tijd was er veel te doen, nu heb je dat weer de laatste tijd, maar wij wilden de Colombiaanse gevangenen over laten gaan naar hun eigen land. We hadden zoveel Colombiaanse gevangenen daar in de gevangenis en dat legde echt een druk op onze middelen. Hè. Dus we zijn flink echt met elkaar bezig geweest, maar de Colombiaanse regering die had zoiets waar we zitten niet op te wachten. maar in ieder geval, en nog meer dingen, maar in ieder geval, die hebben me uitgenodigd. Ik ben met militaire eer ontvangen. Daar in Colombia, inspection of the groups, etc. Venezuela, om daar niet over te praten, Nicaragua. Dus, I was a phenomenon in mijn tijd daar. En op Curaçao was ik de moeder van. Dus niks aan het goed. Volgende vraag. Ja. Hartelijk bedankt voor uw inspiratie. Ik vind u echt fantastisch. We zagen net een andere foto waar u op staat met onder andere Lubbers. Die heel ongemakkelijk giechelt. Zoals hoe Nederlandse mannen wel eens vaker ongemakkelijk giechelen in de Tweede Kamer. En ik vroeg me af hoe u werd ontvangen. En of u een tip heeft voor de volgende zwarte vrouw die op een toppositie binnenkomt in de Nederlandse Tweede Kamer. Hoe ik werd ontvangen hier. Yes. Positief. Ik heb 1 aanrijding gehad met een minister van Financiën. Ik denk dat hij nu in Washington, of daarna is naar Washington of zoiets. Ik kan de naam nog niet herinneren. Slanke. Dus Ruding. We hebben een frontale botsing gehad. Maar het had te maken met financiën en onze posities. Maar voor de rest, met premier Lubbers heb ik een tremendo goede relatie gehad. 1 persoonlijke ervaring was namelijk het volgende. Ik werd opgebeld door Michael Manley van Jamaica. En die zei tegen mij, Maria, Nelson Mandela is going to be here and I want you to be part of it. Curaçao, of de Antillen toen, als deel van het Koninkrijk. Ik vind dat onze politieke realiteit Koninkrijk is, maar onze sociaal-culturele realiteit Caribisch is. En als zodanig heb ik ook verschillende eilanden en landen in het Caribisch gebied bezocht. En misschien ook mede omdat mijn ouders van de bovenbinden komen, Saba en Sint Maarten. Dus ik spreek de slang van het Caribisch gebied. En ik heb een goede relatie opgebouwd met de leiders van de Caribische eilanden. Dus Michael Manley belt me op en zegt, Maria, I want you to be here. Ik ben geen CARICOM lid. Pero, oké. De ambassadeur, de Nederlandse ambassadeur, die zegt van, oké, goed. En hij wilde bij alles aanwezig zijn. Ik zeg, nee. Het is een persoonlijke uitnodiging van Michael Manley. President van Jamaica.
Ja, maar misschien moet ik een berichtje sturen. Nou, ik zeg maar, ik kan toch zelf een kort bericht schrijven. Mm-hmm. Well, he was very persistent, insisting. En toen heb ik Miss President Livers opgebeld. Ik zeg, Ruud, ik vind niet dat ik een chaperon nodig heb. Ik ga toch geen beslissingen nemen. Het is een beleefdheidsbezoek, want Michael Manley, hoe heet die man, Nelson Mandela, die wilde per se bij zijn eerste reis Jamaica en Cuba bezoeken. En Jamaica vanwege die reggae, Bob Marley, because he said Bob Marley's songs kept me afloat. Very inspiring, right? Dus hij zegt, ik moet naar hier komen, ik moest naar hier komen om jullie te bedanken voor wat Bob Marley voor mij betekent heeft. Dus ik zeg, ja. En toen zei Ruud Lubbers tegen mij, maak je niet druk, I'll take care of it. Dus het hele bezoek van Michael Manley, behalve de receptie, dat ze de verschillende anderen hebben uitgenodigd, is de Michael Manley. Marley. Dus ik bedoel, dat respect heb ik gekregen van de Nederlandse bestuurders toen. En afgedwongen. Je kunt zeggen afgedwongen, maar gekregen. Ja, want je moet je positie, because in de politiek geldt, if you have a right and you don't claim it, they take it. Dus ik zie me daar met de ambassadeur naast me en al die andere minister-presidenten van het Caribisch gebied en de CARICOM-landen die zitten daar en de Maria heeft haar chaperon naast me met alle liefde en respect. Dus je moet. Dus ik heb wat dat betreft geen problemen gehad. Ik vind nu wel, moet ik zeggen, de laatste jaren, een paar jaar, met de nieuwe genre, met de nieuwe generaties, ik heb mijn zorg over de relatie nu tussen Nederland en de eilanden. En als ik zo vrij mag zijn van mijn eigen mening, je hoeft het niet te notuleren, doe het bandje maar af. Ik ben bang dat een heleboel negatieve informatie nu part is of a grand strategy. Mm-hmm. En ik weet niet of iedereen op Curaçao dat wil. Dat gezegd hebbende, I rest my case. Dankjewel. Nog één vraag. Misschien nu komen, want er zit hier een box die gaat zingen. Dag, Janice Deel, fashion activist en lifestyle journalist. Ik heb een vraag over sisterhood. Ik heb het er heel veel over en het is ook een concept dat mij zelf heel erg triggert. En heeft er net al iets over gezegd. Maar ik vroeg me eigenlijk af of je daar iets over kunt doorfilosoferen. Omdat ik heel graag wil weten hoe we er met z'n allen nog beter in worden. Nog beter in worden. Dat betekent dat we al goed zijn. Ja. Die bewustzijn, het is. Ik zie die sisterhood als part of de hele strategie naar gender equality. Want we blijven nog redelijk achter in verschillende aspecten. Dus met andere woorden, hoe kunnen we elkaar versterken? En dat is. Zonder, laten we zeggen, te fanatiek negatief te zijn tegenover de ander, toch zoveel mogelijk enforce de sterke kanten van de vrouw en de relatie met de vrouw en het kunde van de vrouw en de importantie van de participatie van de vrouw. It's a long journey, want vooral op Curaçao nu, een van de activiteiten die wij in regionaal verband proberen aan te pakken, sinds de jaren 80, is huiselijk geweld. Er zijn vrouwen die veel meer zouden kunnen, of veel meer zouden durven, als zij voelden dat er geen consequenties daaraan verbonden waren in het
familieverkeer en huiselijk verkeer. En dat heeft te maken ook met de emancipatie, dat de vrouwen meer naar voren willen treden, waardoor de man zich bedreigd voelt. Dus die sisterhood, inhoud geven, in versterken, in force, wat belangrijk is voor die weg naar de gender equality, maar steeds rekening mee houden dat de woman doesn't stand alone. En daarom heeft de Verenigde Naties, denk ik, dit jaar haar motto was balance. Balance for equality, balance for peace, en dat is het hem juist. Dus fanatisme is goed, want dat helpt het gedrevenheid, maar hou rekening mee dat God Adam en Eva geschapen heeft. Dus find a way omdat wij die achterstand inhalen, maar vergeet niet de balance. Dank u. Ja, hartelijk dank Maria Liberia Peters. Ik weet niet of er misschien nog één hele prangende vraag is. Niet meer. Nou, dan wil ik je namens Atria ontzettend hartelijk bedanken. En voordat we allemaal afscheid gaan nemen van elkaar, willen we graag een groepsfoto maken.